Dag iedereen, dag leerlingen van het Sint-Josef Instituut. Na mijn klasbezoek volgen nu ook de beloofde YouTube-filmpjes. Om de filmpjes niet te langdradig en saai te maken, ga ik ze onderverdelen in x aantal stukken. We gaan er meteen aan beginnen om de hamvraag van jullie te beantwoorden. Hoe een kubus zonder formules of algoritmen terug in zijn originele staat te brengen. Om dit uit te leggen, zal ik daarvoor omgekeerd te werk gaan. We hebben dus een 3x3x3 kubus in de originele staat en halen nu alle kleuren door elkaar. Het is zo makkelijk en leuk om dit te doen en om ze allemaal weer op hun plaats te krijgen, denken zelf volwassenen dat ze dit nooit of te nimmer voor elkaar gaan krijgen. Sommige kinderen, volwassenen, hebben het niet zo voor algoritmen of formules, maar onrechtstreeks zouden ze toch wel toepassen om de kubus terug in zijn originele staat terug te brengen. Ik ga dus proberen om jullie op een speelse wijze en met een verhaaltje erbij te vertellen de kubus aan te leren en te leren begrijpen in plaats van gewoon maar algoritmen aan te leren. We gaan dit in 3 hoofdstappen doen. Stap 1 is de bovenste schijf. Stap 2 is de middenste schijf. En stap 3 is de onderste schijf. Dat we dan uiteindelijk zo gaan houden, zodanig dat we het dan beter zien. Dus in stap 1 hebben we 2 onderverdelingen, dat is het witte kruis maken. En ik ga nog eventjes iets meer uitleg geven. We hebben in de kubus de centerstenen, middenstenen en hoekstenen. Een centersteen bestaat uit 1 kleur. Tegenovergestelde van wit is geel. Tegenovergestelde van groen is blauw. En tegenovergestelde van oranje is rood. Als we het witte kleur onderaan houden, voilà, en het rode kleur vooraan, dan is links van u blauw. En dan is automatisch rechts van u groen. Achteraan is dan oranje. En bovenaan is dan geel. Nu, de middensteen, dat is eigenlijk een verbinding tussen 2 centerblokjes. Als het centerblok hier wit is en het centerblok is rood, dan moet dit kleur overeenstemmen met het center. Dus het kleur van het middenstuk moet overeenstemmen met de beide centerblok, zoals dat hier het geval is. Dus nu gaan we een keer hetzelfde doen voor de andere blokken, middenstukken, wil ik zeggen. Ja, zo. En dan hebben we hier ook nog oranje. Voilà. Zoals dat je kunt zien, hebben we het witte kruis gemaakt. Een van de vragen van jullie was ook, hoe kunnen we sneller de kubus oplossen? Dat is gewoon een beetje trainen om zo rap mogelijk dat witte kruis te krijgen. Ook een beetje trainen om zo rap mogelijk die hoekblokjes op zijn plaats te krijgen. En feit een beetje trainen, ja. Maar dan ook nog andere formule, dan ook nog andere methodes toepassen. F2L en ja, algoritmen leren, maar dat is nu niet aan de orde, want we proberen dat juist niet te doen, die algoritmes te leren en de kubus beter te leren begrijpen. Dus we gaan dat op ons eigen tempo doen. Daarmee dat ik ook dat YouTube filmpje maak, niet iedereen is even blij. En in het filmpje kun je zodanig veel keer afspelen dat het uiteindelijk wel gaat lukken om de kubus op te lossen. Dus wat ben ik nu bezig? Dat zijn de bovenste laag is gedaan. Dat was stap 1. Stap 2 was de middenlaag. Die middensteen moeten terug, gewoon net zoals hier, tussen de 2 respectievelijke centerblokken. En dan moet dat hier, als dat blauw is, moet dat blauw zijn van het middenstuk. En als dat oranje is,
dat centerblokje, dan moet dat hier ook oranje zijn van het middenstuk. Dus we hebben nu nog eentje te maken. En dat is altijd langs de X en de Y als dat ik beweeg. X, Y, dus dat stuk naar daar uithalen en dan in deze schijf terugbrengen. Maar ik zal dat allemaal in de filmpjes, de volgende filmpjes, duidelijker uitleggen. Nu, dit stuk moet naar hier, dit stuk moet naar hier. Dat is terug het derde vlak nu, dat we al beginnen. Dan moet nu de centerblokken, de middenstukken moeten ook overeenstemmen. En je ziet, hier is blauw en hier is rood. In feite moet dat stuk naar hier en dat stuk naar hier. Dus dat is gewoon ook heel duidelijk, ga ik dat uitleggen hoe dat dat moet. Nu zitten ze nog verkeerd georiënteerd, want geel moet bovenaan komen. Dat kunnen we zo doen. Er zijn nog andere manieren om dat te doen. Maar ik kan dat misschien allemaal nog achteraf geven. Voilà. En dan hebben we het geel kruisje in het derde vlak. En net zoals bij het eerste vlak moeten we nu nog de hoekpuntjes correct plaatsen. Maar hier met dat verschil is dat we iets meer moeten opletten, omdat al de rest is al opgelost. Dat we niks meer stuk maken. Nu terug, hier ook verschillende formules of algoritmes om dat te doen. Ik kan dat allemaal mooi uitleggen. Ik los het nu op zoals dat ik het jullie ga aanleren. Maar als ik hem moet oplossen, dat zijn 34 seconden nu ondertussen. Wat dan nog traag is, er zijn mensen die veel vlugger kunnen, die veel jonger zijn ook. En nu, de kubus is opgelost en ik zie jullie weldra in mijn volgende YouTube filmpje. Dankjewel, dag.